Goeiedag, mijn naam is Devante. En mijn naam is Dion. Wij zijn van Sevens Breeman. En in dit filmpje introduceren wij u de nieuwe BMW 4-serie cabrio. Loopt u mee naar boven. In de showroom hebben we de topper gelijk voor u klaarstaan. De M440i X-Drive cabrio in het San Remo groen. En ik wil nu aan Devante vragen om de auto te onthullen. Jazeker. En er valt natuurlijk heel veel te vertellen over deze nieuwe auto. Devante begint met de uiterlijke kenmerken. Dankjewel, Dion. Ik zal beginnen aan de voorkant, want we zien dat die best wel veranderd is. We zien aan de voorkant zien we een verticale grill. Dat is een knipoog naar legendarische modellen uit het verleden. Toch heeft die moderne interpretatie gekregen met die honingraad accenten die we hier zien. Ook zien we dat deze kleur, dat is echt typisch voor de M440i modellen. Die krijgen dan cerium grey accenten, ook hier en in de spiegels. En verder zien we dat de koplampen wat dunner zijn geworden. Dat is standaard LED en hier zien we de optionele laserlichten. Aan de zijkant zien we een langgerekte laag silhouet. En hier aan de achterkant zien we die brede schouders die doorlopen in de kofferklep. Samen met die smalle achterlichten zorgt dat voor een sportief uiterlijk. Ook hebben we de achteruitrijcamera, die is nu verwerkt in het logo. En we zien uitlaten aan weerszijden, dat is standaard. Maar bij de M440i zijn dat trapeziumvormen. En het zal u vast niet ontgaan zijn dat deze auto voorzien is van een stoffen kap. En daar zal Dion jullie wat meer over vertellen. Dat klopt, Devante, dankjewel. Hij is 40% lichter geworden. Je hebt 80 liter meer bagageruimte als het dak zoals nu gesloten is. En als de kap open is, heb je 15 liter meer bagageruimte. En het kan net even schelen of je golftas wel of niet zal passen. En ik zal hem eventjes open doen. Er zijn natuurlijk verschillende motoriseringen te kiezen in deze auto. We beginnen met een 420i tot een M440i. De 420i heeft 184 pk en de M440i 374. Hij is te verkrijgen vanaf €61.252. Ik zal u even meenemen in een aantal highlights van het interieur. Dus ik loop even naar de linkerkant van de auto, zodat ik kan instappen. Zo, dan nemen we lekker plaats. En de auto geeft gelijk aan de linkerkant netjes je gordel aan. Dus je kan hem gelijk beetpakken en hem inklikken. Nou, voor de rest zien we in het interieur hier bij het middenpaneel twee knopjes voor de linker en voor de rechter stoel. En dat is de aircollar. Als we gelijk verder gaan en dan gaan we een beetje naar boven, dan hebben we het operating system 7.0. Dat is het nieuwe systeem van BMW. Verder zien wij natuurlijk dat deze auto uitgerust is met lederen bekleding. De deurpanelen zijn ook uitgevoerd in leder, samen met de dashboards. Als ik hier voor me kijk, dan hebben we natuurlijk het M Sportstuur. Aan de linkerkant treffen de knoppen aan voor de rijassistentiesystemen. Die zijn ook nieuw in deze 4-serie cabrio. En aan de rechterkant hebben we de knoppen voor de multimedia. Nou, Devante, mooie auto, hè? Ja, echt prachtig. Zeker in deze samenstelling. Wilt u meer weten over deze auto of wilt u een afspraak maken? Laat het ons dan weten. Wij bedanken u voor het kijken en we zien u graag in een van onze showrooms.